Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening. Artikel 3.132. Begrip negatieve uitgaven. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven. Artikel 3.133. Geen sanctie. Specifieke uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij beroepspensioenen. Artikel 3.135. Beroepspensioenen. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij emigratie. Artikel 3.136. Emigratie. Conserverende aanslag. In aanmerking te nemen bedragen bij uitbreidingen van het begrip negatieve uitgaven. Artikel 3.137. Vermindering en voorkoming dubbeltellingen. Correctie dubbeltellingen. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven. Artikel 3.133. Het betreft hier handelen in strijd met de voorwaarden met betrekking tot het in aanmerking komen voor premieaftrek. Het is wellicht verhelderend als u eerst nog eens terugbladert en nakijkt wat een lijfrente in zijn algemeenheid is en wat de wet verstaat onder lijfrente die voor premieaftrek in aanmerking komen. In welke gevallen moet nu worden terugbetaald? Dat moet wanneer niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden die door de wet gesteld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afkopen of vervreemden van de lijfrente of het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot een erkend verzekeraar of annulering van de lijfrente. Eigenlijk alle voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot een wettelijk erkende lijfrente. Het is goed dit terugbetalen te koppelen aan de periodieke uitkeringen en verstrekkingen, waarbij de aangroei gedurende een periode van buitenlandse belastingplicht alsnog belast wordt door middel van een vangnetartikel. Eenvoudiger is het aan te geven in welke gevallen en bij het niet voldoen aan de voorwaarden geen sanctie volgt, namelijk bij omzetting van een lijfrente in een nieuwe lijfrente of in een ander zodanig recht. In geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, wanneer de belastingplichtige ter voldoening of afkoop van een verplichting tot het doen van periodieke uitkering of verstrekkingen of ter voldoening van de verplichting tot overdracht van een deel van zijn pensioen, een aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen geheel of gedeeltelijk vervreemd aan zijn binnenlands belastingplichtige ex-echtgenoot. Zijn binnenlands belastingplichtige echtgenoot, ex-echtgenoot, aanwijst als onherroepelijke begunstigde van een dergelijke aanspraak. Een dergelijke aanspraak omzet in een aanspraak bestemd voor zijn gewezen echtgenoot. De minister heeft verder de bevoegdheid tot uitbreiding of beperking van genoemde situaties indien toepassing zou leiden tot onbillijkheid.
Specifieke uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij beroepspensioenen, artikel 3.135. Als negatieve uitgaven bij beroepspensioenen worden mede in aanmerking genomen de premies voor aanspraken uit een beroepspensioen als mede het daarover behaalde rendement, voor zover 1. De aanspraak zodanig wordt gewijzigd dat er geen sprake meer is van een zodanige pensioenregeling. 2. De aanspraak zodanig wordt gewijzigd dat deze geheel of gedeeltelijk niet langer bestaat uit een recht op periodieke uitkeringen en verstrekkingen. 3. De aanspraak wordt afgekocht of vervreemd. 4. De aanspraak feitelijk of formeel voorwerp van zekerheid wordt, anders dan ten behoeve van een conserverende aanslag. 5. De verplichting wordt ondergebracht bij een andere verzekeraar dan de wet voorschrijft. Als verzekeringnemer wordt aangemerkt degene die verplicht is de premie te betalen. Een omzetting van de aanspraak in een andere zodanige aanspraak wordt geacht een voortzetting van de eerste aanspraak te zijn. Dit geldt onder meer in geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De wettelijke voorwaarden die in dergelijke scheidingsgevallen gelden, zijn zojuist beschreven bij de situaties waarin geen sanctie volgt. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij emigratie, artikel 3.130. Wanneer iemand, anders dan door overlijden, ophoudt binnenlands belastingplichtige zijn, worden, indien hij verzekeringsnemer of begunstigde is, de premies voor lijfrente en periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarvan premieaftrek mogelijk is, met inbegrip van de waardeaangroei, belast als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Indien het periodieke uitkeringen en verstrekkingen betreffen, ter zake van ziekte, invaliditeit of ongeval die al ingegaan zijn, geldt het vorenstaande niet. Wanneer met betrekking tot de conserverende aanslag die opgelegd is naar aanleiding van emigratie uitstel is verleend en zekerheid is gesteld, is het vorenstaande ook niet van toepassing. In aanmerking te nemen bedragen bij uitbreidingen van het begrip negatieve uitgaven, artikel 3.137. Belast als negatieve uitgaven worden de gestorte premies en de waardeaangroei gedurende de looptijd. Belast als negatieve uitgaven worden de gestorte premies en de waardeaangroei gedurende de looptijd. Belast is hier alleen hetgeen is aangegroeid gedurende de binnenlandse belastingplicht van de verzekeringsnemer of de begunstigde. Hier komen de periodieke uitkeringen weer om de hoek kijken. Het vangnetartikel met betrekking tot de aangroei gedurende de tijd dat er sprake was van buitenlandse belastingplicht. Verminderingen
en voorkoming dubbeltellingen. De wet geeft voorschriften en mogelijkheden aan om dubbele belasting te voorkomen. Wanneer een bestanddeel dat in principe deel uitmaakt van negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening al elders in box 1 is belast, worden de negatieve inkomsten met hetzelfde bedrag verminderd. Op soortgelijke wijze worden dubbeltellingen gecorrigeerd.